zat gewonnen. Nog niet opdrinken. Jongen, 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 jongen. Ben ik alleen op dat terras bezig, man? Ja, zo druk is het daar niet, jongen. Kijk, druk buiten, goed weer, start daar alleen te toestaan. Ach, jongen. Man, jongen, het is ook hartstikke druk, hoor. Hey, als het zo moet, dan kunnen we net zo goed stoppen, hè. Net zo goed stoppen, dan kunnen we net zo goed een liedje zingen. Dan zingen we maar een nummer, want dit gaat hem niet worden. Nee. Helemaal niks van. Doch. Alleen buiten in je kou, kom op, jongen. Nou, we zullen eens beginnen. Goedenavond, Bossel. Hebben jullie er zin in of hebben jullie nog dorst? We moeten roepen, want wij brengen echt alles rond. Hebben jullie ook zo'n dorst? Dorst. Bestel het bij ons en wij brengen het rond, maar we gaan eerst een liedje voor jullie zingen. Welkom. Blij dat jullie er zijn. En wilden jullie een glaasje bier? Bestel hem dan bij men. We willen drinken, waar zal het zijn? We brengen echt alles rond. Rum, bier, cola, vis of wijn. De glessen is op de grond. En ik jullie ook zo'n dorst. En ik jullie ook zo'n dorst. En we ben de treuk, ook je kijk zo treuk. Hebben nog niks gehad. Hey, wat een glasje bier. We hebben nu lieve nacht. Gekekt, we willen drinken, maar zal het zijn? We brengen echt alles rond. Rum, bier, cola, fris of wijn. We kruisen niks op de grond. En ik jullie ook zo'n dorst. En ik jullie ook zo'n dorst. En wat ben je terug, want je kijkt zo terug. Hebben nog niks gehad. Hey, wat een glasje bier. We hebben nu lieve nacht. Ja, sorry. Ja, sorry. Ik zag en ja, werken, podium, ik denk, ja, we kunnen wel een liedje maken, maar weet ik. Ja, dat is moeilijk. Sorry alles, ik wist het echt niet, jongens. Ik hoop dat gaan we een mooie avond hebben vanavond. Water de wacht. Degene die een rooie glasje gehad hebben, ze graag hebben. Dat ze met ons toasten op een superavond. Host. Ze zeggen 1, 2, 3. En ik wil je op zo'n dorst. 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 En ik wil je op. De play is achter in de zaal. Mannen de brillen mocht. En let op kop met toestraal. Want de vrouw moet straks ook nog. En honger, wat zal het zijn? Een hakbal of kroket? Het wordt voor jou gebakken door mij. Dus het moet wel uit de pet. En ik wil je ook zo'n dorst. En ik wil je ook zo'n dorst. En we ben de terug, want je kijkt zo terug. Hebben nog niks gehad. Hé, hey, wat een glasje bier. We hebben uw lieve nacht. Wat zal het zijn? Brengen echt alles rond. Rum, bier, cola, vriend of wijn. Of hij de lieve komt. Hebben we er zin in vanavond? Ja! Oké, is het niet goed skiks, dan maar kwaad skiks. Maar zin komen maken, of niet? Ja. Nou, we gaan dadelijk... Eerst door de prins. Waggelaars en waggelarinnen. Namens Stichting Openbaar Carnaval heet ik jullie allemaal van harte welkom op de Waggelrevue 2015. Carnaval, alle carnavalsvierders hier aanwezig in de zaal. Welkom in het bijzonder de Prinsenvereniging uit Bokkendonk. Voor degenen die het niet weten, Des Gaasel. Hoogheid, adjudant en gevolg, geniet ervan. Goedenavond waggelaars en waggelarinnen. Eindelijk is het dan weer zover. Het leutseizoen is bij deze geopend. En hoppa, hoppa, hoppa.
kinderen vatten in ons eigen kindergaan. Met z'n allen, lekker lallen, met een pilsje uit het vaan. Kom dan gewoon naar de mijn toe, want dat is het altijd veel. In die Indiaanse gooikil, daar geniet de mens het mee. Beetje lot en schipje, maar bijzonder minste kleur. Vrolijke de gevel. Pelle vindt het niet, het velle doet het alweer. En gaat hij hier dan op de weg, dan naar het Hofpaleis. Gaan we ergens in de vatten, in ons eigen kindergaan. Met z'n allen, met die allen, met de winst uit het vaar. Kom dan aan de natten. Ze vragen iets en ik zeg nee. En ze vragen dan nog een keer, dus ik zeg weer nee. Maar uiteindelijk is ze dan vorige week toch mee wezen jagen. Dus in het bos leg ik haar uit. Ik zeg tegen weer, dat werkt zo. En je moet daar en daar op letten. Ik zeg, en het allerbelangrijkste is, tegen bij het jagen, is als je iets geschoten hebt, dan moet je daar naartoe lopen. En dan moet je dat beest, dan moet je gewoon claimen. Want als er iemand anders eerder bij is, ja, dan is hij niet van jou. Dames. Dus, wat denkt u? Ik ga links het bos in, ons Til gaat rechts het bos in. Na een kwartier ongeveer, heur ik haar geweer afgaan, dan zit ik er daar naartoe. En jawel hoor, staat ze al stevig te discussiëren met een of andere vent. En als ik dichterbij kom, dan hoor ik die vent zeggen, oké mevrouw, dan is het uw hert. Maar mag ik dan in elk geval even zijn zadel afdoen? Volgens mij hebben we Wim Kuipers en Wim Kuipers. Ze hebben mooie luisterliedjes en geef ze een applaus, want volgens mij zijn ze nou heel eind klaar. Hier zijn de Wim Kuipers. Is
Is er toevallig een mevrouw Timmermans in de zaal? Het is een mooie, schone boerenmeid. We moeten kijken hoe ze op dat pertje rijdt. Ze is ervoor geboren om mij te bekoren, mijn rust te verstoren, mijn gevoel aan te boren. Nee, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We stapel gek op jullie Francine. Nee, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. Ben helemaal gek op jullie Francine. Ja, ik zag haar voor de eerste keer bij de plus, hè. De tweede keer rok, en de derde keer rok, en de vierde keer rok. En toen vroeg ik haar, mag ik uw mentje dragen? Als zijnde een gebaar. Ze keek me aan, heel verbaasd, en liep toen snel door. Want ze had haast. Zei ze, hey mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We stapel gek op jullie Francine. Hey mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We helemaal gek op jullie Francine. Ja, plustijd was toen kennelijk voorbij, maar ik vond haar terug bij de Jumbo in de rij. Ik liep naar haar toe, heel blij, ik zei tata, kende jij mij nog? Hé hey, mevrouw Timmermans, kunt u niet zien, we stapel gek op jullie Francine. Hé hey, mevrouw Timmermans, kunt u niet zien, we helemaal gek op jullie Francine. Mijn god, wat was ik blij, dacht ik voor kort. Maar dat bleek dus niet, nee, dat bleek andersom. Een week later vertrokken, met een stille trom. Hé hey, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We stapel gek op jullie Francine. Hé hey, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We helemaal gek op jullie Francine. Ja, ik denk nog steeds elke nacht aan haar. Maar ik lig hier, en zij ergens anders. Hé hey, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. We stapel gek op jullie Francine. Hé hey, mevrouw Timmermans, kunnen niet zien. Ben stapel gek op jullie Francine. Dank jullie wel. Geef hem een applaus. Hier komt hij aan, Dirk Kouwenberg als de student. Mensen in Boksel, ik moet even eerlijk bekennen, ik heb al in Aachen in heel veel tonnen gestaan, maar jullie het de lelijkste tonpraatton die ik ooit in heel mijn leven heb gezien. Hallo, echt serieus. Ik dacht net, ik kom hier net ongezien. Ik ben hier nog nooit geweest, hè. Ik ken jullie niet. En, Ja, maar. Oké, ja, je zit er ook alweer. Nou zie ik dat weer. Hoe is het, Joop? Alles goed, jongen? Hey! Ja, ik kom hier net ongezien en dan zeggen de mensen van, je weet al hoe Tom praat gaat, hè. En dan, het moet wel grappig zijn, hè. Ik zeg, ja, hallo, dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè. Ik zeg, als ik grappig ben, dan heb ik een kapel. En een kapel, dat wordt dan tada. Nee, zegt hij, dat is niet. Ik zeg, hoezo niet? Nou zit hij, Gert, een kastje. En als je daar een knopje in doet, dan... Het doet het niet eens. Ik zeg, maar waarom heb je een knop... Ik zeg, heb je een kapel? Ja, zegt ze, maar het kapel is een beetje traag. Die kan niet op tijd de toefjes inzetten. En kom op, kapel, ik ging gehouden. Waar zit het? Door kapel. Het is tada. Het zijn twee noten. Moeilijker kan het niet zijn. En dan is gewoon, jongens, ergens tada. Nou, ergens, met een hele zaal, ergens gewoon in een keer. Generaal repetitie voor die je bent. Daar doe ik ergens 1, 2, 3. En dan doe ik ergens ha, 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 tada. En dan ergens dat jullie het weten, oké? Okay? Nou, dan komen we. 1, 2, 3. Ha. Nou, zo moeilijk is het niet. Nou, we gaan maar beginnen met de buurt. Goedenavond. Goedenavond, ik zal mijn eigen netjes netjes voorstellen. Mijn naam is Ben van de Kaart en ik ben de voorzitter van de innigste Brabantse studentenvereniging in Leiden. Hey! Oh.
chauffeur, hier met die das aan. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Johan. Johan, dan moet ik dat nou netjes zeggen. Johan, ik kan zien dat jij niet gestudeerd hebt, jongen. Dat is... dat klopt, of niet? Nee, maar heb jij gestudeerd dan? Op de hogeschool in Den Bosch. Op Avans Hogeschool in Den Bosch. Nee, waar dan? Op de HAS, Hogere Agrarische School. En waar ben je nou? Geen boer. Wat ben je dan voor, wat doe je dan voor werk? Ambtenaar! En jij durft met mijn vuur aan te zitten, moot. Maar hoe word jij, als je naar de HAS gaat, hoe word je dan ambtenaar? Ja, op de HAS hoeft ook niet veel te doen. En dat is zelfs bij hier. Ja, inderdaad. Nee, maar weet je waarom ik dacht dat jij niet had gestudeerd? Ik geef jou net een glas bier en jij hebt hem nog niet op. Nee, maar dat stukje nog. Nee, maar serieus, nee, maar... Was dat een dier? Ja, de heinering niet deur. Wat doe jij dan voor werk? Jij bent ook niet meer simpel, het boksel kan ik niet wel zeggen. Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Stefan. En wat doe jij voor werk, Stefan? Koerier. En wat doe jij dan, koerier? Ecstasy of wiet, hash? Alles. Als het maar iets oplevert. Maar wat heb jij vandaag dan bijvoorbeeld weggebracht? Pesjes. Ik wil nou nog eens anders zeggen. Wat zat er in de pakjes? Dat weet ik niet. Maar wat doe ik dan voor de TNT of zo? Of ben ik dan zo'n manneke die zegt van... Oh, Peske moet helemaal naar Groningen kunnen acuut komen. En dan kom ik op een fiets. En dan op de pak dragen en dan fietsen naar Groningen. En dan dat is zoiets in ieder geval. Ja, maar ik kan ook gewoon ook zien dat jij ook niet hebt gestudeerd. Want ik zit hier in ieder geval, maar zag ik volgens mij ga afkomen jou, maar ik geef net een glas bier en er wordt niet gezopen. Kijk, en als wij studenten iets gratis en voor niks krijgen, met alcohol erin, ja jongen, dan weten wij precies wat wij ermee moeten doen, hè. Zult ik speciaal voor deze twee vuren doen hoe wij dat in Leiden doen? Ja, allemaal eens het glas omhoog, hoppa. Goed opletten, jongen, want dan komen we hier met heel de zaal, gaan we de studentenproost doen. Zoals we die ook in Leiden doen. En dat is een driewerf. Bravo, dames en heren. Bravo. 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 Hoppa. Hé, hé. Tada. Oh, ik vond het leuk, of niet? Want, ja? Maar die das die je aan hebt, want het is gewoon Brabants das. Maar is dat het op jou ook zo'n betekenis als mijn das? Nee, maar niks. Maar eigenlijk hou ik niet spijt van dat je niet echt, want de mos niet echt studentenstad, hoor. Dat is gewoon niet echt. Dat klopt. Maar eigenlijk hou ik niet spijt van dat je niet in Leiden hebt gestudeerd, zo. Dat je achteraf het al iets meer had kunnen worden als ambtenaar. Als je nou hoort, wel ja. En wat dan bier of vrouwen? Of wat wil je dan? Wat vond het leuker dan? Bier of die vrouwen en zo allemaal een beetje? Ja, een beetje bij elkaar. Ja, die vrouwen, hè? Ja, zit ik toch? Ja. Ja, het is wel, ik ken jou niet heel goed, maar het is wel, als ik jou zo ergens kijk, dan weet ik wel één ding zeker. Als jij in Leiden had gestudeerd, hè, dan had ik aan het eind van de week hoe stropdas nog gewoon hoe nek hangen. Dat weet ik zeker. Heel vlug, want ik moet over drie kwartier in Hees in de Ton. En het is over drie kwartier en ik moet drie kwartier rijden. Ja, gruwelijk uitlopen. Nou, ik is heel snel, jongens. Ik kwam hier... Hè? Ja, maar gewoon niet. Oh, hij is dran. Nou, we hebben net op jou gewacht. Is allemaal gelukt. Zo, een kwartje. Eén drupje wel. Wel, weet je wat het is, hè? Ik ben hier nog nooit geweest. En ik kwam hier ongezet aten met een gebouw. En ik denk, is dit de kant niet zijn dat hij hier is? Ik denk, er zit wel heel erg weggemoffeld met z'n allen hier in een zaaltje. En, oh, dat weet je van tevoren, als stoomproot weet je nooit waar je komt. Dat is, hè. Dan bel ze op van, ik kan wel vereniging, hij krekels het zonsdeel, kun je komen stoomproot. Nou, dat is prima. En dan, dan noem je de prijs. Zeiden, nou, is goed, 1500 euro, dan kom ik wel. En, en ik doe dat vier keer en op een avond. En, nee, dat is een grapje, maar...
zou leuk zijn als het geen grapje was, maar nee, maar en dan komen we binnen en dan, ooit hebben we gewoon geen zin. Dan denk je eigenlijk van brrr, de hal, en dan kom je omgezet en dan kom je de zaal binnen met de hal en dan zijn mee de mensen van de organisatie mee klaar. En die geven een hand en dan, oh, Dirk, welkom daar in het moment. We hebben jou gewacht met de hal en dan word je mooi begeleid. Hè, en dan word je door zo'n hokje met de hal en liggen al net een headsetje klaar. En dan zeggen we van, hebben we nog speciale wensen? Nou, die meter bieren moet gevuld. Dat wordt helemaal geregeld, jongens. Dat komt helemaal goed. En hoe dan ook helemaal niet op te wachten op die meter bier. En het een leuke ton en een leuke kapel en leuke mensen voor in het al een beetje niveau. En dan denk je van, nou, weet je wel, hoppakee, dit komt helemaal goed. En dan gooide hij echt, hadden we u geen zin in. En dan gooide hij met vol goede moed, gooide die ton in. Goed, hey, en je begint. En wat denkt er dan? Wat gebeurt er dan? Klote publiek. En hier in Boksel is het precies andersom. Maar, mensen, ik wil echt afsluiten, want ik moet er heel graag ertussen. Ik wil nog echt één ding zeggen, verovert niet voor je morsje mee op bier. Niet voor je morsje mee op bier, jongens, want dat zunt. Want nog zo'n meter bier moet ik voor pissen aan ze rund. Mensen, houden we hem bedankt. Hey! Goed, dus eentje zijn stem kwijt. Dus ik geef nou even het woord aan het Raad van Elf uit Gestel. Geef ze een applausje. Zeg maar met tweeën. Ja, oh, we hebben geluid. En dan zetten we nou de muziek in. En Polonaise! Volg, kom maar. Volg maar, kom maar. Wat is het toch fantastisch dat het hier bestaat. We kijken van alle kanten waar het hier om gaat. En wat vrienden mensen denken, wat is er aan de hand? Een gekke carnavalfeest in het Brabantsland. Het begint bij mij te jeuken als ik er aan denk. We zien het carnavalfeest als een groot geschenk. En wil het mee beleven, maak er dan wat van. Iedereen en alles is toch in de band. Wat veel plezier en ook gein van dit botte kleuren festijn. Komt u uit! Het is van dag en een dag dat ik het van alle kanten bekijken mag. Maar ga alleen nog maar, heb toe vandaag. Allemaal! Ja! En van dat op dat bed, wat heur het slapen, ogen open en opgelet. Want deze nacht die wordt nog verder dan vet. Ja, carnaval, dat is wel onsje van het. Wat een goede sfeer, en zoveel leuke mensen zijn er hier nog meer. Wat een enthousiasme, iedereen is blij. Ja, zelfs onze hoogheid, Paul, die is erbij. Het paaien is echt uit, dus paard niet maar je trommel en fruit. Het is van dag en een dag, dat ik het van alle kanten bekijken mag. Maar ik ga alleen nog maar, ik heb toen vandaag. Ja! En van dag op dat bed, van vuur het slapen, ogen open en gelet. Want deze dag die wordt nog verder dan vet. Ja, carnaval, dat is voor onsje van het. En vandaag, hè? Vandaag! Komt er nog? Vandaag! En nou een hele lange! Vandaag! Vandaag! Draaien! Wie kan garanderen dat het morgen wordt? Net zoals vandaag, precies zoals het hoort. Tja, ik weet het zeker, morgen wordt weer top. We gooien een gewone schepje bovenop. Dus als vandaag wordt het niet, weet beter, dus doe mee en geniet. Even langzaam en verder. Het is van dag en een dag, dag.
nog verder dan vet. Ja, carnaval, dat is voor ons je van het. Ja, het is van dag met de dag dat ik het van alle kanten bekijken mag. Maar ga alleen nog maar, jij toe vandaag. Ja, en van vrouw het naar bed, van voor het slapen, ogen open en op gelet. Want deze nacht die wordt nog verder dan wet. Ja, carnaval, dat is voor ons je van het. Dankjewel! Oké, dankjewel! Hey, hallo! Als jullie dan thuis zitten, is het natuurlijk stom. Moet eens kijken, die mensen hier, die hebben het hartstikke geweldig naar de zin. Niks dan spektakel. Dus, je moet volgende keer naar de Hofpaleis komen. Heb ik gelijk of niet, publiek? Ja! Okay, het kan harder! Yo! Het dak gaat er nou af. Het is het mooiste als jullie blijven staan en mee gaan dansen. De Polonaise. Want hier komen ze aan. Ik ben benieuwd of we gaan vanavond gaan bingoen. Hier komen ze aan. De laatste optreden van de Dominis. We gaan Koning Bino. Komt een beetje naar voren. Ik zeg, bestel nog een rondje hier van Kerstel. Waar komt hij aan? We hebben het gehad. We heffen het gas, we zijn in het zuiden, heffen het gas, op koning wil. We heffen het gas, we wonen in het zuiden, heffen het gas, op dit ons plezier. We heffen het gas, we zijn in het zuiden, heffen het gas, op koning wil. We heffen het gas, we wonen in het zuiden, heffen het gas, op dit ons plezier. Is goed zo, goedje. Springen, mannen en vrouwen. Een beetje.